De Volksabdij in Ossendrecht was woensdagmiddag even helemaal van Feyenoord. De harde kern van de Rotterdamse club had de abdij aangekleed met Feyenoordvlaggen voor de uitvaart van Mike, opa Feyenoord Wilson. Hij lag in zijn Fijnoord shirt in de kist. Opa Wilson, Engelsman van geboorte, overleed onlangs op 62-jarige leeftijd en was de opa van het beroemde Feyenoordmeisje uit Puberuil en van de jongen van de bekende middelvingerfoto. De harde kern van Feyenoord kwam daarom woensdag naar Ossendrecht en gaf Wilson een laatste eerbetoon. Er waren zo'n 150 mensen op de begrafenis.